We zijn weer in de Minecraft survival wereld van de noob. Of ja, ik denk tenminste dat het van de noob is. Ik kwam dus op deze server en ik zag opeens dat dirthuis daar staan. En ja, in dat dirthuis woont dus een noob. En hij vertelde mij dat hij net deze server had aangemaakt en dat hij dus net nieuw was. En hij begrijpt er nog echt weinig van, want ja, het is een noob. In ieder geval, ik heb besloten om tegenover hem te gaan wonen. Want volgens mij is hij de enige op deze hele server. En het is wel gezellig om tegenover hem te wonen. En ik denk dat hij mij nooit kwaad gaat doen, want het is een noob. Als hij mij kwaad wil doen, dan gooit hij waarschijnlijk dirt op mij. Volgens mij is hij thuis, dus laten we even hoi zeggen. Oké, noob. Hallo, hallo. Hey. Hey, je bent thuis. Nee. Ja. Ik sta ook bij de oven. Oh. Die is uit. Is de oven uit? Heb je honger of zo? Nee, ik zit nou helemaal vol, maar ik heb niks meer te eten. Oh, oké. Nou, dan moet je dieren killen, hè? Dat heb ik je geleerd. Ja. Ja, we gaan de koeien gaan we pakken. Oké. Ik kom vandaag tegenover jou wonen. Wauw, ja, dat klopt. Ja, kijk, ik had verdacht en ik dacht misschien vind jij dat ook leuk. Ik ga hier wat boompjes weghakken, hier voor je neus. Ja. En dan ga ik daar mijn huisje bouwen. Dan worden we een soort van... Van dirt. Ja, nee, niet van dirt. Ik ben niet een noob. Jij bent een noob. Jij hebt een huis van dirt. Dat is jouw stijl. Dan ga jij hout. Ik ga denk ik van hout, ja. Daar hou ik van. Snap je? Ja. Nee, in ieder geval, ik ga dus al die bomen weghakken, maar ik heb nog geen axe. Dus ik dacht... Mag ik jouw crafting table even gebruiken? Ja, zeker. Kom maar. Okay. Je weet waar die staat? Ja, ja. Ik heb hem zelfs gemaakt. Dus ik, dat klopt. Ik weet waar die staat. Oké, laten we weer een crafting table maken. Of een axe maken, sorry. Oké, dat doen we zo. Weet jij hoe je een axe moet maken trouwens? Ik heb een axe, kijk maar. Heb jij al een axe gemaakt? Ja, van hout. Oh, nee, dat is een pickaxe. Ik bedoel een axe. Kijk, dit is een axe. Zie je het? Oh, dat is een axe. Ja, precies. Dat is een axe. Nee, ik heb geen axe. Heb je geen axe? Nee. Als je die wil maken, hoe moet ik dat maken hier? Ja, dat, zoek dat maar uit. Dan heb je wat te doen. Ja, komt dat goed? Oké. Ik ga dan hier tegenover even die bomen weghakken. Doe maar gewoon je ding. Anders ga maar wat dieren killen. Dan kan je wat eten regelen. Oh ja. Ja, precies. Ik ga dieren en een axe. Oké, en een axe. Ja, precies. Je kan ook steen hakken, hè, met die pickaxe. En dan kan je een stenen axe maken. Oeh, wauw. Ja, precies. Oké. Ik ga dus al deze bomen hier even weghakken. En doe maar gewoon je ding. Ja, je hoeft me echt niet te helpen. Oké. Ik kan het helemaal zelf. Okay. Helemaal zelf? Ja, dit gaat echt helemaal goed komen. Ik heb ook hout. Wat heb je? Hout. Oh, je hebt ook hout. Oké. Ja. Ja, maar je moet niet met een pickaxe hout hakken. Oh. Nee, je moet met een axe hout hakken. Daar is een axe voor. Ah, kijk, ik ga op zoek naar... Ja, pas op, hè, het wordt donker. Oh, nee, dadelijk komen de creepers weer. Ja, precies. Wow. Oké, nou, laat ik deze bomen even allemaal weghakken. Ik hoop wel dat de noob het overleeft, want hij is nu helemaal alleen in het donker. En hij kan zichzelf nog niet echt heel goed verdedigen. Volgens mij heeft hij wel een zwaard gemaakt in de vorige video. Maar dat weet ik niet zeker of hij die dan ook bij heeft. In ieder geval, ik hak even al deze bomen weg. Dan heb ik straks een mooi platform om mijn huis te bouwen tegenover de noob. Het wordt wel echt heel erg donker trouwens. We kunnen misschien beter even gaan slapen, maar ik weet niet eens waar die noob is. Noob, hallo, waar ben je? Noob. Hey, hoor ik iets? Ik ben hier weer thuis, bijna. Ben je weer thuis? Waar ben je dan? Bij mijn huis, bij mijn dichthuis. Oh, je bent daar. Oh, hey, noob, laten we even trouwens even gaan slapen. Oké. Want, oké. Jij hebt mijn andere bed. Oh, ja, ik heb het bed. Oké, kijk. Dan ga jij daar slapen, dan ik hier, en dan is het weer daglicht, en dan zijn er dus geen enge creepers. Woe! Oké, wel trust, hè? Ja, wel trusten. Oké. Volgens mij... Ja, goedemorgen, noob. Hallo. Lekker geslapen? Heerlijk. Oké. Nou, helemaal top. Nou, ik ga weer door, hè. En nu kan je veilig eten zoeken. Oh ja, nou, ja, dat gaan we doen. Ik had nog net een rondje eiland gedaan, maar ik kwam nog niks tegen. Ik kwam nog helemaal niks tegen. Oké, nou, moet je goed zoeken. Ik ga goed zoeken. Oké, goed zo. Nou, ik ga deze boom hier allemaal weghakken. Zo, hopzakee. Het zijn echt wel veel bomen, maar dat is ook gelijk handig. Want dan heb ik gelijk bouwmateriaal om mijn huis te bouwen. Oké, deze boom moet nog weg. Dan was ik al aan het begonnen. Zo, hopzakee. En dan wil ik deze bomen trouwens ook nog allemaal weg. En dan gaan we straks even een schep maken. En met die schep kunnen we het even mooi plat maken voor een platformpie. Oké, doen we deze nog even weg. En dan denk ik dat het wel goed is qua bomen weghakken. Zo, hopzakee. Dan gaan we even snel naar de noob zijn huis. En even een schep maken van de crafting table daar. Ik weet het, ik kan zelf een crafting table al maken, maar laat ik gewoon die van de noob gebruiken. Dat is net zo makkelijk. Zo, hopzakee. Kijk eens aan.
aan. En dan maken we een stenen schep. Hoppakee, let's go. Oké, ik hoop dat de noob wel wat eten kan vinden. Want dan kan ik zelf ook misschien even wat eten. Ik heb namelijk ook best wel honger al. Oké, let's go. Hoppakee. En dan gaan we nu een mooi platformpje maken. Het is wel echt jammer dat ik dit, dat zeg maar... Waarom kom ik nou een noob tegen? Zeg maar, als hij super pro was, had hij me even kunnen helpen, maar... Zeg maar, als de noob mij nu gaat helpen, gaat het alleen maar langer duren waarschijnlijk. Oké, let's go. Ik krijg hierdoor wel allemaal dirt. Dat kan ik misschien als cadeau geven aan de noob. Dat is, daar wordt hij misschien wel heel blij van. Dat ik hem een dirt cadeau geef. Oké, laat ik dit even allemaal dus mooi weghakken en een mooi platform maken. Ik heb schapenvlees. Heb je schapenvlees? Shawarma. Shawarma. Nee, er is geen... Volgens mij krijg je een ander soort vlees dan shawarma. Wat? Black wool heb ik. Je moet wel het vlees hebben van de schapen. Deze. Hap, hap. Wat? Wat heb je gekregen? Ja, dat is lekker. Dat moet je nou in die oven doen, weet je wel? Ja, shawarma. Ja, dat... Oh ja, dan krijg je shawarma, denk ik. Ik weet niet wat... Lamsvlees. Lamsvlees, ja. Lekker, lekker. Hé, ik ben hier een mooi platform aan het maken nu. Wauw. Ja, en daar ga ik mijn huis opbouwen. Oké. Ja, en dan zijn we dus de buren. Dan zijn we buren. Ja, 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 ja. Yes. Hoe doe ik de oven aan? Met de sticks? Wacht, gebruik dit maar. Hier, alsjeblieft. Dit kan je gebruiken. Dit hout. Dit hout, zeg maar dat hout, dat witte hout met die zwarte puntjes, die kunnen zeg maar in de oven. Dat is het enige hout dat in de oven kan. Oké, gaan we doen. En je kan ook kool vinden, Noob. Kool? Ja. Is dat cool? Kool, dat is heel cool. Die kan je zeg maar vinden in de mine. Ja, ja, het is allemaal verwarrend. Ik snap het. Het is ook moeilijk. Het is ook moeilijk? Ja, Minecraft is heel moeilijk. Lukt het een beetje? Ja, het is vlees is aan het bakken. Oh, goed bezig. Nou, ik regel... Shawarma is bijna klaar. Oh, lekker. Nou, als ik ook wel wat mag, dan vind ik wel fijn hoor. Wil jij ook wat eten? Heb ik heerlijk met lekkere kruiden voorbereid. Oh, kruiden zelfs. Zo, ik wist niet eens dat dat kon in Minecraft. Oké, wacht. Trouwens, ik heb ook een cadeautje voor je. Oh, wat ja, leuk. Ik heb een cadeautje voor je. Dan wil ik ruilen voor jouw vlees anders. Ja, mag jij vlees van mij? Ja, dan kijk eens wat ik hier voor jou heb. Kijk eens hoeveel. Kijk eens, moet je kijken, Noob. Hallo? Noob? Oh. Kijk! Hoeveel dicht? Ja, kijk. Wauw. Oh, kijk, dan regel mag ik jij dit... van mij deze? Waarom kook je het met stick? Oké. Ik heb al gepakt uit de oven, maar die wil ik ook wel. Oh, die mag jij hebben. Ja, hier heb je nog meer dirt. Kijk, alsjeblieft. Ja, als ik... Oh, wacht. Ik denk dat ik weet hoe het moet. Ja, ik heb het je laatst nog uitgelegd. Ja, hoe je... ja, kijk. Hier, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik heb wel opgelet. Dankjewel. Nou, die bewaar ik lekker. Moet ik jou misschien dan ook helpen met je huisje? Ik heb nog steeds geen ex. Nee, maar je moet wel... Oké, ik maak wel een ex voor je, ja? Yes! Oké, laat ik jou helpen met een ex maken. Hier, alsjeblieft, dit is een ex. En dan heb je hier ook gelijk een schep, ja? Oh, schep. Kan ik daar mee opscheppen? Ja, daar kan je mee opscheppen, ja. Maar ik wil ook een schep zo opscheppen. Nou, kom maar mee. Je mag mij helpen, denk ik. Yes! Wat we moeten doen, Noob? Ik wil zeg maar een mooi platform maken waar ik mijn huis op kan bouwen. Ja. Dus dat betekent dat we zeg maar dit dirt, waar je heel goed in bent. Volgens mij ben je heel goed in dirt wegmalen. Ja. Met die schep gaat het nog sneller. Kijk, wauw. Dit allemaal zo mooi weg. Kijk, zo. Op deze video. Dat is toch niet moeilijk, of wel? Kijk, let je wel. Zo? Je moet wel kijken. Kijk, je moet het zo weg doen. Zo, op deze manier. Doe maar. Oh. Kom maar. Zo. Ja. Kijk. Hey! Wauw. Kijk, dat gaat snel. Heb ik heel veel dirt, krijg ik daarvoor. Nee, maar word ik heel gelukkig nu mag je weer stoppen. Nu mag je weer hier beginnen. Hier zo. Kijk, dan ga je weer hier zo door. Oké. Ja, precies. Kijk eens. Yes. En dan ga je rechtdoor. Ja, en dan ga ik lekker eten. Terwijl jij dit... Ben ik eigenlijk de werknemer. Jij bent van mijn jou. Werknemer nu, ja. Oké. Nee, ik help je wel. Tuurlijk help ik je. Yes! Kijk. Maar je krijgt een heel mooi uitzicht. Namelijk mijn huis. Dus de stammen waard. Ja, en heel veel dirt zie ik. Kijk, eerst had je een mooi uitzicht zoals bomen en een natuurgebied. Maar straks heb je gewoon mijn huis. Dat is nog leuker. Wauw. Ja, precies. Hé, hey, wauw, zeker. Dat zou ik ook zeggen. Kijk eens aan zo. Nou, dan hebben we een mooi platform, toch? Zekerste weten. Kijk, en dan moet je dat, dit moet je ook weghakken, hè? Oh. Ja, hoe doen we dat? Daar hebben we een andere tool voor. Die heb je ook al. Pickaxe. Ja, let's go. Nou, hak een paar weg. Boom. Hey, en kijk. Hey, ja, je hebt voor het eerst steen. Zie je dat? Wow. Je krijgt een achievement. Stone Age. Ik krijg een achievement. Ja, kijk, dat was je eerste steen. Je hebt nog alleen maar dirt gehakt. Ja. Oké. Wat is hier gebeurd? Oh, je hebt hier... Oh, nee, laat maar. Dat maakt niet uit. Je hebt als je rechte muisknop erop doet, kijk, dan haal je het gras weg. Oh, dan kan je een soort gras maaien. Gras maaien? Ja, maar dan werkt het alleen met de schep.
Dus. Oh, nou ja. Okay. Ik ga eerst de steen hier. Nou ja, oké. Ga jij maar lekker door met dit. Dan ga ik alvast beginnen aan een huisje bouwen, ja? Ja. Maar jij moet wel zeggen tot hoever jij je platform wilt. Hè? Ja. Ga maar gewoon lekker door, dan heb je wat te doen. Ik ga lekker door. Ik ga dit platform even wat groter maken, zo op deze manier. Dan is hij lekker mooi vierkant, want Minecraft is vierkant, hè? Ja. Kijk eens aan, zo plaatsen we dit even hier. En dan wil ik dit ook even nog erbij doen. Boom, 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 boom. Kijk eens aan. En dan kan ik hier gaan beginnen aan mijn eigen huis. Wauw, joh, ik ben wel echt vereerd dat ik een huis mag bouwen hier. Ja. Ik ben heel dankbaar. Ik vind het ook wel heel gezellig. Oh, je vindt... Oké, gelukkig. Okay. Anders was ik maar zo alleen. Ik wil ook zo... Zo alleen. Ja, je was heel erg alleen, hè? Alleen was ik. Kijk, niet iedereen is aardig in Minecraft, hè? Het is dat ik gewoon heel aardig ben. Die groenen, die waren niet aardig. Je bedoelt de creepers. De creepers. Ja, die zijn niet aardig, nee. Oké, even kijken. Dan willen we zo... Wow. Kijk, dit vind je het mooi? Wat vind je nou mooi? Jouw huis of mijn huis, als je zo kijkt al? Ja. Ik ben een fan. Fan? Dat is het makkelijkste. Ja, dat is zeker waar. Het beste. Met alle... Maar met hout is ook wel heel mooi. Oh, dankjewel. Oké, waar. Ik ga ook alvast... Mijn schep is kapot. Ik ga een mooie crafting table... Is je schep kapot? Kijk, dat is mooi, want ik heb net een crafting table gemaakt. Wow. En dan maak ik voor jou een nieuwe schep. Kijk eens. Yes! Alsjeblieft, heb jij een mooie. Dankjewel, man! Ja, je begint wel al goed te worden in Minecraft, hoor. Ja, ik heb al heel veel geschept. Ik denk dat je... En gepickaxed. Ik denk dat je al bijna pro-speler kan noemen, jezelf. Ik ben dadelijk pro-speler. Ja, ik denk dat je bijna pro-speler bent. Ik ken trouwens iemand die pro-speler heet. Ken jij pro? Wel? Ja. Wauw, is die heel goed? Ja, die is heel pro. Ken jij pro-speler heel ook pro. Niet? Ik heb gehoord van de legende. De legende. Legende, de pro-speler. Zo, oké. Ja. Even kijken. Ja, ik ben hier. Maar hij is dus echt waar. Ja, hij is zeker echt waar. En hij is heel aardig, hoor. Oh, misschien kan ik hem wel een keer ontmoeten. Misschien wel, maar ik weet niet waar hij is. Dus dat is een beetje het probleem. Volgens mij zijn wij namelijk de enige twee op deze server. Wauw. Ja. Oké, maar dan gaan we wel de twee mooiste huizen ook. Ja, dat is waar. En je hebt alle mooiste huizen natuurlijk. Ja. Nog wel. Kijk eens. Nee. Je hebt sowieso ook het mooiste huis. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat je al glas zeg maar, je hebt gewoon ramen gemaakt. Ja. Dat vind ik wel goed voor een pro. Heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Ja, met zand. Oh, oké. Even kijken. Zo, hopsakee. Deze moet even weg. En ik ga trouwens ook even... Ik ga nog wat meer steen... Oh, jij hebt allemaal steen natuurlijk. Wil je mij wat steen geven? Dan kan ik een oven maken. Ja, dat mag jij van mij hebben. Oké, als top. Ik weet hoe. Je moet je slepen, zo, weet je nog? Slepen. Kijk eens, let's go. Gewoon 30 steen. Wajo. 30 stenen. Hey, let's go. Oké, hoppakee. Die wil ik hier. En dan zo. En dan gaan we hier even dit doen. En dan willen we zo. Hoppakee. Wacht. Ik ga even wat meer zand regelen. Oh ja, ik zie hier al dat je wat zand hier had weggehakt. Dat was dus voor het glas. Ja. Oké. Dat had ik gevonden. Ik wil ook wat mooie raampjes, dus ik ga hier even wat zand jatten. Maakt niet uit, toch? Weet nee, je mag al het zand hebben wat daar ligt. Ja, maar je hebt nu heel veel dirt, dus je zou het allemaal kunnen terugplaatsen met dirt. Oh, ja. Dat is een slim idee, hè? Oké, kijk eens aan. Dan worden hier mooie raampjes. Maar ik denk, Noob, dat we nog even in jouw huisje moeten gaan slapen. Nog voor één keer. Want het wordt alweer... Wat doe je nou, Noob? Ik doe meehelpen. Nee. Ik bouw het huis wel, ja? Laten we trouwens eerst even gaan slapen, ja? Ja. Want het wordt alweer nacht en we willen geen enge groene monsters. Oh nee, doe dat. Oh, ik zie daar een groen monster. Oh nee. Grapje. Oh, kapot. Ja, sorry, spijt me. Oké, hoppakee. Kijk, ik ga hier helemaal in de hoek slapen, zo. Welterusten, Noob. Zo, dat was me weer, hè. Oh, wat lekker. Heb je lekker geslapen, Noob? Ben je weer klaar om te gaan werken? Heerlijk. Nou, helemaal top. Oké, ik ga gelijk door. Ik denk dat dat wel de laatste nacht hier was voor mij. Ja.
dan gaan we door met jouw huis bouwen en dan kan jij tegenover mij slapen. Ja, precies. Of jij mag gewoon een keertje bij mij komen slapen. Als ik ga door het raam. Nee, wat doe je? Je moet niet door het raam gaan. Okay. Hier door het raam. Oh nee, ik had hier, oké. Okay. Ik had hier iets meer van die birds los moeten indoen. Zo, okay. Oh nee, ben jij ook een noob? Ik ben geen noob. Ik ben geen noob. Een klein beetje. Wel iets meer in moeten doen. Oké, zo. Weet je wat je mag doen, noob? Ja. Heb je nog een schep toevallig? Ja. Oké, je mag deze vloer mag je weghalen. Oeh, van de gras. Ja, we willen geen dirtvloer. Ik tenminste dan. Oh. Nee, je moet het weghalen, niet erbij plaatsen. Zo, kijk, zo, weghalen. Oh, zo, op deze... helemaal. Nee, je moet niet... Oh, noob. Oh, je moet het weghakken. Oh, hakken. Nee, je moet het... Ja, je moet niet alleen het gras... Je moet de dirt weghalen hier. Ah. Ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Ja, maakt niet uit. Ik was een beetje dom ik van mij. Ik dacht, jij wilt een dirtvloer. Ik dacht, iedereen heeft een dirtvloer. Nee, dat is dus totaal niet populair. Dat is raar, hè? Die oven blijft gewoon staan. Ja, precies. Nee, in Minecraft kunnen dingen vliegen. Wauw. Kijk. Dat is leuk. Hier een mooie raampie. Wat voor vloer ga je dan maken? Ja, ik ga een houten vloer maken. Ik ga nu even dat hout hier regelen. Zo, even kijken. Deze willen we hebben. We hebben wel een mooie andere kleur vloer. Ik wil niet zeg maar dezelfde kleur als de muren. Oké. Dat mag. Snap je dat? Jij hebt daar een vergunning voor. Heb ik daar... Moet ik daar... Je hoeft geen vergunning in Minecraft te hebben, dat weet je. Oh, kijk, dit is een mooie vloer, toch? Wauw. Ja, dat is ook wel mooi, ja. Hoppakee. Helemaal zelf gemaakt. Dat heb ik net helemaal zelf gemaakt. Moet je dat timmeren? Oh. Nee, dat hoef je niet. Kijk, ja, die mag je weghakken. Die mag je weghakken. Oh, okay. De deur is kapot. Ja, nee, dat maakt niet uit. We kunnen het opnieuw plaatsen. Oh, oké. Okay. Noob, ga jij maar even lekker door. Ik moet nog even wat hout hakken. Ja. Ga maar ook hout hakken anders, als je mij wil helpen. Ik ga hout hakken. Ja, heb je nog een axe? Niet de pickaxe, maar een axe. Oh, ja, heb ik, denk okay, ik. Okay. Hak maar gewoon bomen, dan kan je daar... Ja, heb ik. Ja, goed zo, zeker. Ik vind nog steeds dat je wel echt een mooi huis hebt gebouwd. Ik denk niet dat mijn huis zo groot gaat worden. Nee, maar dan gaan we toch een keer samen nog groter huis maken, hè? Ja, misschien een keer. Misschien. Ik denk wel dat we binnenkort ook wel een keer op onderzoek moeten gaan. Of er misschien meer mensen op deze server. Is er nog meer te doen in Minecraft dan? Ja. Dan huizen bouwen van dirt. Ik kan huizen bouwen van steen. Oh, ja. Nee, maar misschien zijn we toch niet de enige op deze server. Misschien is die legende pro-speler hier ook wel, hè? Oh, die legendarische pro-speler. Ja. Ik ga daarmee wel op de foto als ja. ik hem zie. Oh, ja, zeker. Dat zou ik ook doen. En, trouwens, wat het ook kan zijn, is dat er misschien wel diamonds ergens zijn. Heb je daar ooit van gehoord? Diamonds? Diamonds. Echte diamonds. Diamonds, wow. Ja. Moeten we die ook vinden? Ja. Dan gaan we die zoeken. Ja. Dan wil ik wel eentje geven aan mezelf. Trouwens, hoeveel hout heb je al? Ik heb 16 hout. Oké. Nou, als jij dat even bij mij kan geven, dan kan ik verder met mijn huis. Ja, hier komt de hout, meneer. De houtnoek, ik heb jij. De hout, meneer. Alsjeblieft. Dankjewel. Hout. Oh. Houtmeneer. Ja, ik heb het. Toppie. Oké, dankjewel. Ik ben de houtmeneer. Ben jij de houtmeneer? Oké. Zo, hopzakee. En dan gaan we ook nog een mooi dakkie maken. Een mooi dakkie. Een mooi dakkie. Dat is altijd mooi. Ja, dat is zeker mooi. Oké, dan plaatsen we dit even zo in de crafting table. En dan kunnen we daar even een mooi dakkie van maken. Zo. En dan willen we dit doen. En dan boom. En dan hakken we deze weer weg. En dan gaan we gewoon even een simpel dakkie. Niet al te moeilijk. Kijk eens aan. Oh nee, ik val. Oké, let's go. Jij kan gewoon lekker doorgaan met bomen hakken of iets in die richting. Ik ben zoveel bomen aan het hakken. Je mag ook misschien even wat... Ben je ook die witte bomen aan het hakken? Nee, die heb ik niet. Oké, die moet je ook even... Ook doen? Kan je die even zoeken? Ja, voor witte bomen. Ja, witte bomen. Dan kan ik daar waarschijnlijk... Ik heb vijf witte bomen heb ik wel. Oké, top. Nou ja, dan kan ik daar even glas mee maken, want die kunnen we in de oven smelten. Oké, gaan we doen. Zal ik even mijn hout meneer brengen? Hout. Ja, kom maar even langs. Ik ga je hout brengen. Mooi. Oh, omdat jij daarvan houdt, hè? Ik houd zeker van hout. Kijk, dan kan je al zien hoe mijn dak wordt. Wauw. Ja. Wow. Ben je nou sarcastisch? Nee, wauw, echt wauw. Wauw. Kijk, hier heb je hout. Kijk, dit mooie standbeeld. Dankjewel. Kijk dit. Hier, dit mooie standbeeld. Oh, mijn dirt van mij. Nee, dat is mijn standbeeld. Oh.
Ja, vind je het niet mooi? Dit standbeeld. Ja, dit. Duchtstandbeeld. Ja, vind je dat mooi? Ik dacht dat is een ode aan mijn ducht. Ja, 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 dat is een ode aan jou. Mooi. Dat is een ode aan jou. Yay! Hier, maar anders mag je hem helemaal mee naar huis nemen. Oh, nog meer ducht! Ja, yes. Nog meer dirt, ja. Oké, wacht. Ik ga dit even zo. Kijk eens aan. Ik ben heel benieuwd, Noob, of jij dit kan trouwens. Kan ik? Ik kan eigenlijk alles. Oké, nou kijk eens hier. Heb je dit? Deze. Waar ben je nou? Je bent weer weg. Ik ben hout aan het haken. Ja, maar oké, nee, ik doe Oké, ja, ik kom eraan. Okay. Ik ben er. Oké, je komt er al aan. Oké, nou, kom er maar aan. Oké, kijk eens aan. Hier heb ik iets heel leuks. Wauw. Ja, en die mag je hierop plaatsen. Oh, jij mag mijn dak maken. Oké, dan ben ik... ik heb hier trouwens weer 11 glas. Dan kan ik wel mooie raampjes maken. Zo. Boom, boom, boom. En wat ben je... Je moet niet... Ducht aan het geven. Nee, je moet het dak maken. Ik heb je die blokjes net gegeven. Ja, doe maar je ding, oké? Okay? Ik ga ondertussen even wat meer glas regelen. Zo, Nee. Ga maar gewoon door. Ik kom dadelijk wel, als het fout gaat, dan kom ik je wel helpen. Ik heb het fout gedaan. Nee. Het komt goed. Ga maar gewoon lekker door. Oké. Okay. Ja. Zo, rakken we dit even allemaal weg. En ik heb hier 5 van die birdslogs, maar ik moet even wat meer regelen. Want anders gaat het nooit genoeg zijn. Het chillste zou cool zijn, maar laat ik zeggen dat ik dat nog niet heb. En daarom gebruiken we even dit, want dat is even makkelijker. Zo, op z'n oké. En het huisje is wel al bijna af. Daar heb ik eindelijk mijn eigen huisje. Dat is ook wel heel erg fijn. En ik ben heel benieuwd of hier meer mensen op de server zijn. Want ik heb altijd... Ik kan me haast niet geloven dat alleen Noob en ik hier zijn. Is het een beetje gelukt met het dak? Het dak is dicht, alleen ik heb een extra... Oh, nee, dat maakt niet uit. Oh. Ik vind dat je het goed hebt gedaan. Yay, applausje voor mij. Applausje voor jou, hier, applausje. Woehoe, oké. Even kijken, ik ga hier mijn bedje neerzetten, zo. Hopsakee. En dan moet ik nu eigenlijk alleen nog wachten op het glas. En dan is mijn huis eigenlijk zo goed als af. Wauw. Ja, ik heb gewoon een klein huisje gebouwd, hoor. Maar misschien als ik hier langer kom wonen, dat die steeds groter wordt. Kijk, het is nu nog heel simpel. Maar als ik hier langer ga wonen, wat ik nog niet van tevoren... Ik weet niet of ik hier heel mijn leven ga wonen. Dat snap je zelf toch ook wel? Nee, we gaan op onderzoek uit. Op avontuur. Ja, precies. Daarom. Dus daarom bouw ik nog niet het grootste huis ter wereld. Nee, en dan gaan we later gaan we een heel groot kasteel maken. Een heel mega groot kasteel. Mega. Oké, zal ik ook trouwens... Oeh, ik heb een idee. Dat doen we ook even. Oh, ik heb al genoeg. Ik ga even ook wat chesten maken. Chesten. Ja, kijk eens aan. Dan kan ik die zo. En dan laatste keer zo. Oh nee, ik wil niet hier. Dan staat die voor mijn mooie oever. Oké, ik wil hem hier. Kijk, zo. Heb ik een mooie chest erbij. Wauw. Oké, ik denk nou ook sowieso een keer met samen moeten minen. Om misschien even wat iron te vinden. Ken je dat iron? Iron. Dat is zeg maar sterker dan steen. Wow, oké. Okay, gaan we en misschien zoeken. Vinden we wel diamonds. Dat is het allerbeste wat er is. Ik hou van diamonds. Ja, diamonds and dirt. Dat is wat jij... Diamonds and dirt, toppie, ja. Ja? Nou ja, weet je. Ik moet eigenlijk gewoon even wachten op het glas. En dan ben ik klaar. En dan kunnen we misschien wel diamonds gaan vinden. Ja, let's go. Oké, we hebben alweer wat meer glas. Zo, opzakken. Dan kunnen we dit en dit doen. En dan moeten we nu nog 2 glas. Kom op. En Noob, dan denk ik dat we alweer naar bed kunnen. Want het ziet er alweer donker uit. Ja. Ja, dus dat... Dan moeten we slapen. Ja, precies. Nou, kijk eens aan. Mijn huisje is helemaal af. Ah, wat vind je ervan? Ik vind het prachtig. Ja, kijk, dit is de slaapkamer. Dat hebben we snel gemaakt. Ja, dit is de slaapkamer, de keuken hier. En hier komen alle diamonds in. Diamonds, zoveel diamonds gaan we vinden, zoeken en doen. Ja, precies. Als jij nou even naar bed gaat, dan zie ik je morgen. En dan weet je wat we morgen gaan doen? Doei, man. Doei. Doei. Morgen gaan we diamonds zoeken, hè? Ja, zeker. Oké, nou pas op voor de creepers. Welterusten. Ja, dames en heren, ik heb dus nu officieel mijn eigen huis. Ik ben nog steeds zo benieuwd of de pro-speler en Giel ook op deze server zitten. Dus daarom gaan we in de volgende video meteen diamonds zoeken. Want ik wil wel iets sterker worden. Want stel je voor, ik kom dadelijk niet Giel en de pro tegen, maar iemand die heel gemeen is. Dan moet ik mezelf wel een beetje beschermen. En op zoektocht met de noob lijkt me sowieso wel een beetje, ja, moeilijk. Of ja, een uitdaging. Wil je nou zien hoe het met Giel gaat? Klik dan snel op deze video. Ja, ik heb echt geen idee hoe het met Giel gaat. Maar jij kan deze video even kijken en het laten weten in de reacties hier beneden hoe het dus met Giel gaat. Heb je deze video al gezien? Vergeet dan zeker niet te abonneren. En dan zeg ik Mick out.